En het wordt in Japan echt, het wordt grof geld mee verdiend, toch? Ja. Jij verdient daar grof geld mee. Ja, Matthijs. Edis Lichtlee won goud op de Keirin. Vorige week zaterdag. En Matthijs Buchli heeft zilver gewonnen op de Keirin. Een Japanse sport. En ik ga ze er alles over vragen. Altijd weer hetzelfde. Altijd weer hetzelfde. Ja, kom maar binnen. Matthijs, Edis. Hi. Kom maar hier zitten. Naast Matthijs. Yes, we zitten erin. Ah. Oh. Oh. Zo. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat Keirin, hè? Dat, nu, komt uit, ja. Dat komt uit Japan, toch? En nu weet iedereen opeens wel een beetje wat het is. Ja, maar dat wist ik al. Ja? Dat wist ik al. Er wordt grof geld mee verdiend, toch? Ja. Jij verdient daar grof geld mee. Ja, Matthijs. Afgelopen jaar voor het eerst inderdaad in Japan. Vijf maanden geweest. Ja? In 2015 van de zomer. En nu is 10 september weer die kant op tot kerst. Wat voor bedragen hebben wij het dan over? Ja, je rijdt 10 wedstrijden en je verdient per wedstrijd tussen de... Ja, hangt vanaf hoe goed je het doet. Tussen 2 en 10.000 euro of zo. Weet jij nog hoe je die gouden plak hebt gewonnen? Ja joh, ik heb filmpjes teruggekeken. Op het moment toen het gebeurde wist ik het even niet meer. Niet. Maar nu, nee, ik wist helemaal niet meer wat ik had gedaan. Maar nu weet ik weer wat je ik helemaal gewoon, had gedaan. Je bent in de flow, ben je gaan... Ja, ik heb 2 rondes op kop gereden. Ja. Vol lopen beuken. Matthijs, daar is een Japanse naam toch voor? Van vanaf Senko. Senko. Je hebt Senko ben gedaan. Verdien je daar veel mee? Is het Lissan? Goed Senko! Zegt ze? Goed Senko-san! Senko! Maar ze noemen mij Boefuri, want ze kunnen geen G zeggen en ook niet. Bugli. Dus niet Bugli, maar Boefuri. Boefuri-san! Goed Senko! Ik wist eerst niet dat ik had gewonnen. Ik dacht eerst dat die Engelsen er misschien nog overheen kwam. Dus toen was het eerst van even kijken voordat de officiële uitslag er was. Ja. En toen stond dat daar en toen dacht ik echt van, nou, dit is niet normaal. Ik geloofde het echt niet. Ben je in één keer Olympisch kampioen en toen dacht ik echt van dit is heel raar. Ja, maar je hebt er heel hard voor getraind, hè? Dat ook, zeker, zeker. Maar ja, dan alsnog is het wel. Het is wel gek als het echt gebeurt. Ja. Je bent eigenlijk nu al Olympisch kampioen, je bent 22 toch? Ja. Dat is toch belachelijk? Ja, dat is best. Hoe oud ben jij? Ik ben 23. Dat is ook belachelijk. Keirin is altijd een beetje deels een loterij. Dus. Ja, kanshebbers. Je bent echt een kanshebber als je hard fietst. En als je in de finale zit, ben je altijd kanshebber? Ja, dat sowieso. In de finale kan altijd alles. Zo hard rijdt zo'n... Is het een brommer of een motor? Het is elektrisch. Nou, het was altijd een derny. Ja. Een soort motor. Ja, maar nu is het een e-bike geworden. En die rijdt? Stop. Stop, zo'n derny was wel mooi. Ja, hoor. Hij rijdt van 0 tot 50. Dus hij rijdt 50 en dan ga je er voorbij eigenlijk. Als hij 50 gaat, dan gaat hij de baan uit en dan mogen wij beginnen. Dan denken jullie, dit gaat te langzaam, we gaan er voorbij. Ja. Oh. Wat was het bizar? Hoe hij dat gedaan heeft. Zo knap. Ja? Ja, het was wel even lastig sturen. Dat je zo tussendoor durft te rijden, dat is echt knap. Zou je dat niet durven? Nou, ik vind het nog wel lastig. Hij is wel een boefje volgens mij. Ja, dat is echt een beuker hoor. Matthijs is een beuker en een boef. Ja, zeker. Laat mij dan maar gewoon vooraan rijden en dat ik dan niet in dat gedrang kom. Ja, hoe heb jij gewonnen? Is er een Japanse term voor? Oikomi. Oikomi. Ja, dat is de laatste 100 meter geloof ik. Dus wachten en dan maar voorbij. Oikomi. Dat is ook wel echt knap hoor, dat je zo lang durft af te wachten. Ja, ik had weinig keuze. Het ging zo hard. Ja. Of proberen omheen te gaan, dan kom je er niet eens voorbij. Oikomi proberen. Hij valt altijd helemaal uit elkaar. Had je blessure? Ja, altijd mijn rug. Alles terug. Dus ik heb de laatste 2-3 maanden niet meer gesquat omdat het eigenlijk gewoon niet ging. Ja. Hij draagt ook een corset als hij gaat vliegen en zo. Ja. Zo erg valt in elkaar. Ja, dat kan je best. Ja. En ik vond het te gek dat jullie er waren. Ik vond het ook leuk. Ik heb eindelijk weer gezeten. Gefeliciteerd. Cool. En die huldiging wordt echt vet. Ja, dat hoop ik. Ik ben blij dat ik dit maar samen met hem mag doen. Ja, dat is heel leuk. Jullie zijn echt gek. Ja, hè? Jullie zijn volgens mij ook best vrienden. Goed. Het is te gek. Veel plezier. Dank je. Heb je nog vragen aan een Olympische medaillewinnaar?
Stel hem dan via hashtag medailletaxi. En wie weet stel ik hem in de medailletaxi.